Ik ben Lois en ik had het idee om vandaag oude video's terug te gaan kijken. En oh my god, ik vind het nu al naar, want... Oh. Ik denk dat ik ook eventjes ga kijken op mijn eerste video. Jawel, mijn eerste video staat online en het is de grootste verschrikking ever. Laten we maar snel beginnen, want the cringe is gonna get real. I mean, like... Real, legit real. Dus misschien ga ik heel hard schreeuwen omdat ik een koptelefoon op heb. Maar ik heb even geen oortjes. Ik ga echt niet heel de video kijken, want dat kan ik niet aan. Oké, deze video is geüpload op 14 maart van 2015. Oké, laten we beginnen met de eerste video. Ik stort mijn dingen achter mijn nek. Oh. Oké, voordat jullie iets gaan zeggen over mijn haar. Het leek me gewoon super cool destijds. Half lang, half kort. I know how it looks. Ja, oké, gaan we verder. Oh my god. Oké, even to the point. Wat moet ik vertellen? Hey, hallo, hoi. Ga ik alle begroetingen voor mijn begroetingen? Voor mijn van begroetingen doen? Ja, natuurlijk. Ik ben Lois. Oh my god. Dit is mijn nieuwe kanaal. Pep Talk. Ik kan wel Engels. Ik kan wel praten. Ik kan wel Engels lullen. Maar het lijkt me veel leuker om in het Nederlands een Nederlands publiek te hebben. Omdat je daar dan mee meer in contact kan komen. En moet zeggen, ik ben in contact gekomen met superleuke mensen. Dus dat is zeker gelukt. Voor de rest, als jullie de video graag willen afzien, kan altijd. Ik zal het niet offline doen. Ik kan wel die super ongemakkelijke beginfase van mijn YouTube weggaan stoppen voor de wereld. Maar het is gewoon hoe ik ben begonnen. Dus dat vind ik wel leuk om terug te zien. Maar het is gewoon super cringy. Dus ook 2 jaar, 3 jaar geleden ben ik naar de Ardennen gegaan op vakantie. En ik had er 3 vlogs van gemaakt. Niet veel mensen hebben deze video's gekeken. Ik was natuurlijk ook nog wel klein toen. Dus vandaar dat het me leuk lijkt. Om deze ook te reageren. Ze zijn allemaal best wel kort. Ik weet niet meer zo goed hoe deze video's in elkaar zitten. Ik ben benieuwd wat ik er oprecht, wat ik ervan ga vinden. Eerste, Lois in de Ardennen, deel 1. Nou, we zouden de familie niet zijn als we niet met 3 auto's op de vakantie gaan, jongens. Ja. Ah. Waar gaan we heen, Ben? Belden. Oh my Ardennen. God! Ardennen! Ik had toen ook helemaal van, oh, pep talk, rood, begin intro nummertje van Years and Years. En ik moest heel erg lachen net, omdat, oh my god, Ben, de vriend van mijn zus, ziet er zo veel jonger uit daar. Oh my god. Oh my god. Morgen. Morgen. Wat zegt hij allemaal? Nou, man. Oh, onze TomTom is Duits. Lukkig, ik kan niet gaan, een beetje Duits praten. Ontlullen. Het is de kaart. Het is een kaart. Ah, mam! Oh my god, je liep bijna. Een briefje, het belangrijk briefje. Ja! Ja! De muziek staat zo hard. Is it alright if I come round? Is it too late if I come now? Would you stay up to figure this out some way? If I stay here, would you come back? If I stay cool, like would you be mad? Would you want me if I want you that way? Oh. Hallo mensen, oh. Ik ben Nina. Oh my god. Sowieso, vloggen, moeilijk. Mijn haar, nog moeilijker. Ik doe deze video iets zachter, want ik word echt doof. Zo gek. Sick overgang wel. Mooi. Ben is echt baby. Filmen. 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 Best part of the video. Echt die sound effects. Zo hard. Ik kan er niet door. Very delicious. Yummy, yummy. Sikke insert shots weer. Oh, iPod. Ik ben die iPod kwijt. Badminton. Mijn moeder luistert. Oh my god. Want dat doet ze altijd. Cluzo. Dan doet het er niet toe. Oh my god. Oh, wat confronterend. Op zich, ik vond dit wel een leuke video. Het is alleen gewoon heel naar om naar jezelf te kijken in dat stadium. Maar qua edit, I like it.
I don't know, ik vind deze echt fantastisch nu al. België? België? Ardenne. Alien-like. Feitje, wat is niet slim? Geen dichte schoenen meenemen op vakantie. Is ook niet slim. Hoe heet u nou, familie? Familie Fleur. Familie Fleur. Fleuriserend familielid. Oké. Nou, we zijn echt super fashionable, oké? Lekker overbelicht wel. Of de slippers. Ja, ik heb geen lichte schoenen. Het is eigenlijk koud. Geen lichte schoenen? Ik had nog fans mee. Ja, ik ook. Thanks voor de advies, Rohan. Daar heb ik nu niet veel meer aan, hè? Even zwaaien! Well, I wanna let you know, my mind is made up and I wanna go to the kerk. Ja. Oké, doe het. Ben, wat vinden we hiervan? Dit is not confirmed. Jullie maat, kom terug. Wat vinden we waar van Loos? Oh my god. Van de kathedraal? Nee, inderdaad confirmed. Werd er geholpen? Is daar iemand? Oké, ik hoor niks. Dit nummer is zo chill. Oh, Pieters. Ja, en je bent weer super overbelicht. Een half mijn gezicht is gewoon weg. Het is gewoon niet te zien, is gewoon wit. Ja, oh my god. Zo dramatisch. Ik weet niet of ik het echt leuk. Ik weet nog steeds niet waar die pap vandaan komt. Want als je wat je net zag, er staat dus een bak, een weet ik wat, met eten erin. En het zag er niet lekker uit, maar het zag er ook niet uit alsof het er al 10 jaar stond. Dus wij dachten echt van, oh, what's happening? Wie leeft er in deze kelder? Waar leidt die gang naartoe? Echt mijn best gedaan om dit stukje eng te maken, volgens mij. Holy moly, man. Nou, ik wilde jullie even getrild op beeld. Ik denk dat we moeten opstellen, hoor. Ardenne! Still the like the music, though. Still the like. Still like the music. Liefde, dit is gewoon ook een GTA station. Zo boos, toe. Val in, bro. Ham, ham, hammy, hammy. Zit dat waar niet op te vinden? Oh my god. Wat? Oh, mijn haar. Dat ik mijn haar zwart had toen. Ik heb het vergeten. Oh ja, wil je mij ook even filmen? Ik wil ook mijn eigen vlog. Why? Why what? Why you do this? Because penetratie. Ik wil ook echt. Delicious! Dit is het voor deze video. Ik zag net dat ik ook zo'n 3 vakantievlogserie van korte video's in Londen heb gemaakt. En er zijn nog meer video's met Marije. Er zijn ook nog veel meer video's met andere mensen. Dus als jullie in deel 2 willen op reageren op oude video's, laat me vooral weten in de comments. Ik denk dat ik ook maar even een poll maak, dat jullie stemmen. Ja, vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren in de comments. Oh ja, vergeet niet ook je meldingen aan te zetten, want dan krijg je elke keer een melding als ik iets upload. Super chill, super makkelijk. Kan je meteen kijken, hoef je niks te missen. Blablabla. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Bye!